Hé, hey, wat zijn dat voor zwarte gaten? Precies, daar gaan we dit keer over hebben. Zwarte gaten. Eventjes een klein proefje. Ja, ik heb hier een loop van een geweer. En bam, ik schiet een kogel af. En die kogel zag je dat hij keurig rechtdoor ging. Maar dat is eigenlijk niet de werkelijkheid. Want normaal, op aarde tenminste, krijg je dat als je een kogel afschiet, dat hij naar beneden gaat. En hoe komt dat? Wel, je hebt natuurlijk een kracht die hem naar beneden trekt. En die kracht, dat is de zwaartekracht. Ik hoop dat je nog weet hoe je de zwaartekracht kunt berekenen. Ja, zwaartekracht is precies m maal g. Massa maal de gravitatieversnelling, althans hier op aarde natuurlijk. Stel je nu voor dat ik een kogel heb met massa 0. Nou, dat is duidelijk. Dan is de zwaartekracht ook 0. En dan krijg je dus dat zijn kogel wel rechtdoor gaat. Maar een kogel massa 0, dat is een beetje te ver gezocht. Hoewel, als ik licht heb, nou, je ziet hier een mooie rode zaklantaarn, maar licht bestaat eigenlijk uit deeltjes. Ja, het is trouwens, soms is het een golf, soms is het een deeltjes, maar die deeltjes die worden fotonen genoemd. Nou, hier zie je een stukje over Wikipedia en in dit stukje zie je ook dat je licht kunt opvatten als een stroom van belangrijk, massaloze deeltjes. Oftewel, die fotonen, die ondervinden geen zwaartekracht. Dus, die gaan keurig rechtdoor. Die zullen niet worden aangetrokken. Maar, de praktijk leert anders. Hier heb je weer de lichtstraal, de fotonen. Als je die in de buurt van een heel zwaar lichaam houdt, bijvoorbeeld de zon, dan zullen die fotonen niet rechtdoor gaan, maar die worden een heel klein beetje afgebogen. Oftewel, zwaartekracht heeft wel degelijk invloed, zelfs op deeltjes die geen massa hebben. Nou, we hebben het hier over zwaartekracht, maar eigenlijk is het natuurlijk gravitatiekracht. En de gravitatiekracht die zorgt bijvoorbeeld voor dat onze aarde keurig om de zon heen blijft draaien. Maar dan zie je dus dat die gravitatiekracht afhangt van beide massa's. Oftewel, als je gebruik maakt van deze formule, dan verklaart het niet waarom de fotonen afbuigen. Want ja, een foton heeft geen massa. Vul voor een van deze twee m's 0 in en je krijgt dus ook een gravitatiekracht van 0. Er moet iets anders zijn. En dat is er ook. Want we hebben ruimte en we hebben tijd. En het geniaal van Einstein is dat hij zei van ja, leuk en aardig, ruimte en tijd. Maar die twee dingen zijn niet apart. Die twee dingen horen samen. En samen vormen ze de ruimte-tijd. Oftewel, daar waar wij in leven, de ruimte-tijd, dat is eigenlijk een vierdimensionaal iets. De eerste drie dimensies, x, y en z, die kennen we. Dat is onze oude vertrouwde ruimte. En de vierde dimensie, dat is de tijd. En in die ruimte-tijd gaat alles, maar ook werkelijk alles, gewoon in een rechte lijn erdoorheen. Maar hoe kan het dan dat je toch ziet dat het licht afbuigt? Hoe is dat te verklaren? Je kunt ruimte-tijd voorstellen als één groot biljartlaken. Een keurig vlak biljarttafel, goed afgesteld. En als je daar een voorwerp overheen laat rollen, ja, dan gaat hij natuurlijk keurig over een rechte lijn. Ja, hij gaat natuurlijk ook natuurlijk verder. Ja, hij botst een beetje zo en komt keurig daar weer. Maar dit gebeurt er dus op een keurig vlak biljarttafel.
En die biljarttafel, dat is eigenlijk wat er ook gebeurt in de ruimtetijd. In de ruimtetijd, in de buurt van diverse grote massa's, kun je zo'n tafel opvatten als een tafel waarin een heel groot zwaar voorwerp in is geplant. En dan zie je dat het biljartlaken indeukt. En wat gebeurt er als je nu een bal laat rollen? Ja, en je ziet de bal die buigt af. Ja, en die buigt af, waarom? Omdat het tafellaken gekromd is. En dat is wat de zwaartekracht doet. Ja, de zwaartekracht die vervormt de ruimtetijd. En daardoor zal dus een lichtstraal, ja, en je ziet hier een lichtstraal, althans je ziet nog een ster. Hè. Maar een ster die zendt een lichtstraal uit en die lichtstraal wordt dus afgebogen doordat de ruimtetijd vervormd wordt. Nou, en die lichtstraal die kan dan bijvoorbeeld op worden gevangen door iemand op aarde. En iemand op aarde die zal dus denken dat hij licht ziet afkomstig van een ster daar vandaan. En dit is dan ook het bewijs dat licht wordt afgebogen door, in dit geval, onze zon. Ja, dit is experimenteel aangetoond. Kun je denken van, ja, leuk en aardig, maar hoe kun je ooit deze lichtstraal zien, althans deze lichtstraal, eigenlijk deze lichtstraal natuurlijk, ja, hoe kun je dat ooit zien? Want de zon, ja, die heeft zo'n grote lichtkracht, die zal natuurlijk die zwakke lichtstraal overstemmen. Dat klopt. Maar soms is er dat een maan tussen zon en aarde staat en precies op dat moment krijg je een zonsverduistering. En dan krijg je dus dat al het licht van de zon bijna helemaal wordt weggefilterd. En dan zie je wel de zwakke lichtstralen van sterren die achter de zon staan, maar het licht wordt afgewogen door de zon. En daardoor zien we plotseling wel sterren die je normaal niet zou zien. We gaan even een stapje verder, want het gaat over zwarte gaten en ik heb nog geen enkel zwart gat gezien. Dus eventjes een stapje verder. Stel je voor, je hebt de aarde. Jij staat op de aarde, dat kan voorkomen. En je gaat springen. Gelukkig is er een zwaartekracht die je weer terughaalt. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook met andere dingen. Stel je voor, je hebt een raket. En je vuurt de raket af. Ja, je lanceert de raket. Dan kan het voorkomen dat de raket niet wordt teruggetrokken. Althans, de aarde zal het wel proberen, maar het lukt hem niet. Dat kan alleen maar als die raket voldoende snelheid heeft. En een raket die wil ontsnappen, heeft een snelheid nodig die minimaal 11 km per seconde moet zijn. We noemen deze snelheid dan ook, zeer terecht, de ontsnappingssnelheid. En die ontsnappingssnelheid is afhankelijk vooral van de massa van het voorwerp waarvan je wilt ontsnappen. Voor de aarde is die 11 km per seconde, maar als je een zwaarder voorwerp hebt, bijvoorbeeld, kijk, hier hebben we de planeet Uranus, ja, dan heb je een ontsnappingssnelheid nodig van 23,6 km per seconde. Is de massa het enige van belang voor de ontsnappingssnelheid? Nee. Ook de afstand speelt een rol. Als je al een behoorlijk afstand vanuit de aarde hebt afgelegd, dan zul je daar een kleine snelheid nodig hebben om nog te kunnen ontsnappen nadat je vlakbij de aarde zit. Oftewel, de ontsnappingssnelheid is niet alleen afhankelijk van de massa, maar ook van de afstand. Ontsnappingssnelheid kun je op deze manier berekenen. En zie inderdaad, het is de wortel van 2g. Die 2g, die g is de gravitatieconstante. Maal de massa van hetgene waarvan je wilt ontsnappen. De aarde, de zon, Uranus, wat dan ook. En r is dus de afstand tussen het voorwerp waarvan je wilt ontsnappen en jezelf. Als je nu een zaklantaarn hebt, en daarmee schijn je een stukje de ruimte in. Zo'n foton is natuurlijk ontzettend snel, namelijk de lichtsnelheid. Maar wat gebeurt er als de ontsnappingssnelheid groter is
dan de lichtsnelheid. Dan zal zelfs een foton niet genoeg snelheid hebben om te kunnen ontsnappen en er wordt teruggetrokken. Nou, dat betekent dus, wat gebeurt er als de ontsnappingssnelheid gelijk is aan de lichtsnelheid? Nou, een beetje omvormen en zie je dus, ja, dat kan gebeuren als de afstand tussen hetgeen wat wil ontsnappen, dus tussen het foton en de massa, gelijk is aan, en dit is de afstand die hierin moet gelden. En normaal is dat ontzettend kleine afstand, want ja, je deelt hier door c in kwadraat, door lichtsnelheid in kwadraat. Nou, deel door c in kwadraat, dan is r ontzettend klein. Behalve als de massa ontzettend groot is. Hele grote massa, ja, dan krijg je wel weer. En dat is dus het geval bij een zwart gat. Ja, een zwart gat, daar heb je zoveel massa, dat er op een bepaalde afstand, dat dan zelfs licht niet kan ontsnappen. Wat gebeurt er nu als er iets aankomt? Ah, kijk, daar hebben we net iets. Hé, kijk, hebben we het afgebogen. Hè? Het kan gewoon een hemellichaam zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een lichtstraal wezen. Het is in ieder geval zo dat het niet automatisch wordt opgeslokt door het zwart gat. Als het op een veilige afstand blijft, dan wordt het wel afgebogen, maar dat valt best mee. Als je nou iets dichterbij komt, ja, zo, dan kan het keurige rondje om het zwart gat heen gaan. Ja, het wordt niet opgeslokt, maar het is in feite hetzelfde als de aarde die rond de zon heen draait. Ja, de aarde kan niet ontsnappen, maar hij wordt ook niet opgeslokt door de zon. Nou, zo is het ook met het zwart gat. Ja, een zwart gat zit gewoon in het midden en er kan gewoon iets omheen draaien. Anders is het als het nog dichterbij is. Ja, dan komt het binnen de invloedssfeer van het zwart gat. En wat er dan gebeurt, geen idee, want dat is de waarnemingshorizon. Wat er binnen de waarnemingshorizon gebeurt, is totaal niet te bekijken. En daar houdt de natuurkunde ook op. Ja, met de huidige natuurkunde weten we niet wat er binnen die waarnemingshorizon gebeurt. De straal van de waarnemingshorizon, die wordt genoemd Schwarzschildstraal. En als je dus een voorwerp hebt en je komt daar maar dicht genoeg bij in de buurt, dan krijg je dat licht niet kan ontsnappen. Oftewel, hier hebben we aarde en de aarde heeft ook een Schwarzschildschild. Ja? Hoe groot moet de aarde worden om een zwart gat te worden? Nou, je ziet, hier is de formule en vul maar in. Ja, dan wordt het 2 keer gravitatieconstante, ja, binas, massa van de aarde, binas, gedeeld door lichtstraal in kwadraat. En dan krijg je dus dat de aarde, ja, die zou groot moeten worden, 0,0088 meter. Ja, dus, krap aan, een centimeter in straal. En dan krijg je dus dat de aarde een zwart gat wordt. Nou, je merkt, je ziet natuurlijk wel dat dat niet 1, 2, 3 zal gebeuren. Maar zwarte gaten bestaan wel. En dat wordt ook gebruik gemaakt in films. Hier heb je een film Interstellar. En dat gaat over ruimtereizen in de buurt van een zwart gat. Ja, en in de buurt van het zwart gat, dan krijg je een zeer sterk zwaartekrachtveld. En het blijkt dat de sterkte van het zwaartekrachtveld ook van invloed is op de tijd. De tijd verloopt langzamer als het zwaartekrachtveld sterk is. Dat is in de praktijk ook aangetoond, want ja, op de aarde, ja, gaat de tijd trager dan ver weg op de aarde. Ja, in een satelliet hebben ze een atoomklok gedaan en het bleek, ja, hier staat het, dat die atoomklok inderdaad trager liep als hij verder af is van de aarde. Het is zelfs zo dat het is aangetoond op een wolkenkrabber, ja, boven in een wolkenkrabber en onder in de wolkenkrabber, was er een verschil in tijd waarneembaar. Natuurlijk, het stelt niks voor, maar het is aantoonbaar. De tijdsduur is dus afhankelijk van het zwaartekrachtveld. Hoe? Zo. Nou, eventjes
lijkt een behoorlijk ingewikkelde formule, valt wel mee. Wat geldt hier? Nou, allereerst RS. RS, dat is de Schwarzschildstraal van het hemellichaam. En daar hebben we het zo net over gehad. R zelf is de afstand van waar je bent tot aan het middelpunt van het lichaam. Delta T, dat is de tijdsduur als er eigenlijk geen zwaartekracht aanwezig is. En dan is dit de tijdsduur die je het ondervindt als je in het zwaartekrachtsveld van het hemellichaam bent. Nou, wat heeft dit voor invloed? Stel je nu voor dat je in de buurt komt van zo'n zwart gat. Dan krijg je dus dat je afstand bijna gelijk is aan RS. Ja, oftewel RS gedeeld door R wordt bijna 1. Dus dit wordt bijna 0. En dat betekent dus dat de tijdsduur in de buurt van zijn zwart gat ook bijna 0 wordt. Kortom, in de buurt van zijn zwart gat staat de tijd bijna stil. En daar wordt gebruik gemaakt in de film Interstellar. Interstellar speelt voor een groot deel zich af op een planeet die om zijn zwart gat heen cirkelt en dus in een sterk zwaartekrachtsveld zich bevindt. En dat houdt dan in dat dus daar de tijd veel en veel trager gaat dan op de aarde. En in de film krijg je dus dan inderdaad ook dat de astronaut die terugkeert op de aarde later zijn dochter ontmoet die al hoog bejaard is. Allemaal een gevolg van zwarte gaten, van tijd, van zwaartekracht. Oftewel één brok natuurkunde. En dat is het. Een zwart gat is zeer intrigerend, maar let op, want het kan natuurlijk ook worden precies het einde. Tot ziens!